Een hele goede avond. Je bent er al, je was er al vroeg bij vandaag om natuurlijk alles te volgen wat er in het magazine gebeurt. Maar het is niet het enige wat er gebeurt, hè, in de regio. Nee, ik wil vanavond even voor één zaak toch wel aandacht vragen. Afgelopen nacht, donderdag op vrijdagnacht, werd er in de wijk Klapwijk in Pijnakker een 27-jarige vrouw aangereden. Donderdag op vrijdagnacht dus, op de Anne Franklaan. En ik heb een foto, die gaan we niet publiceren, kan ik hier straks wel even laten zien. Dan zie je hoe ze er uitziet, hoe gehavend ze is. Ze is aangereden op haar fiets door een scooterrijder. Nou, dat kan gebeuren. Ook 's nachts om 3 uur. Maar die gozer is doorgereden en heeft haar gewoon op de grond laten liggen. En nou, zij lag daar met een kapot gezicht en een kapotte fiets en tranen. Notabene 2 dagen na haar verjaardag. Oh. We gaan eens even het signalement benoemen van de dader, van de scooterrijder. Misschien gaat ergens een lampje branden. Denkt iemand, hey, dat is mijn zoon of dat is mijn partner. En die kwam laat thuis nog vannacht. En die heeft misschien wel wat te vertellen. Nou, het is vrijwel zeker een man. Hij droeg een grijze helm met zwarte strepen. Hij was gekleed in een blauwe spijkerbroek en een zwarte jas. Mogelijk zo'n dun windjackie. En de kleur van de scooter, dat is wel belangrijk, is donker en mogelijk zelfs zwart. En de scooter heeft vrijwel zeker schade. Ja, tuurlijk, want je hebt een flinke klap gemaakt dan natuurlijk. Ja, hij heeft nog even de tijd om zich te melden bij de politie. Want het is namelijk een misdrijf als je doorrijdt na een aanrijding. En je moet je binnen 24 uur melden. Doe dat dan ook. Mocht je op dit moment zitten te luisteren, ga je gewoon melden bij de politie en handel de zaak netjes af. En anders begaan je misdrijf en er staat zelfs een gevangenisstraf op. Dus, ja, dus wil je nog op een normale manier van dit incident afkomen, dan kun je beter binnen nu en 3 uur vannacht je bij de politie melden. Ja. Ik ken de dame in kwestie en ze heeft wel aangifte gedaan. Maar ik weet zeker dat als die meneer zich vandaag of morgen meldt bij de politie of bij de redactie van Telstar, dat er onderling ook nog wel wat te bespreken valt. En dat hij misschien een verklaring heeft dat hij misschien desnoods dronken was. Dat hij zei, ik ben geschrokken, ik reed door. Maar meld je en dan is alles bespreekbaar. Ze zijn niet boos, maar ze willen gewoon dingen gaan afhandelen. Zoals bijvoorbeeld de schade aan de fiets en dergelijke. Dat is natuurlijk gewoon logisch. Dus als je luistert en je weet dat jij het bent of je weet wie het was, dan is het natuurlijk wel heel verstandig als je je meldt. Neem contact op. Tot slot. Als je je verveelt morgen en er is in Berkelen-Roderijs, Blijswijk, Bergzoek helemaal niets te doen, rij even naar Pijnakker, de andere kant van het Oostland. Want we hebben daar het Truck Food Festival. Oh, dat is altijd wel leuk. En daar staan, ik zag net al wat foto's, heel veel leuke wagentjes, trucks eigenlijk moet ik zeggen. Met uiteenlopende zeg maar. Soort lekkernijen en er is bier. Dus dan, en er is bier, dat voeg je ook toe om en mensen te lokken. En hopelijk een beetje goed natuurlijk. Weer. Weet je hoe het weer ongeveer gaat worden in Pijnakker? Ja, hopelijk goed weer. Ja. Ik zie onze research. Redacteur dit doen. Duim naar beneden. Oeh. Ja, maar ik zag ook dat er grote parasols waren. Oh. En weet je wat het voordeel is? Als het regent op zo'n festival, dan is je bier niet zo snel op. Dus dan kan je eindeloos en blijf je glas vol. Zo denken we dan in Pijnakker altijd weer. Jullie in, altijd ook het glas half altijd, vol. Helemaal vol. Jullie in Pijnakker zijn toch wel van een bijzonder soort. Innovatieve mensjes. Ja, dat is het inderdaad. Goed, Martijn, dankjewel. Dat was het. Alsjeblieft. En goed, mocht je iets weten over die aanrijding vannacht in Klapwijk, bel even naar de redactie van Telstar. Mail ons of bel de politie. Wat is het telefoonnummer van de redactie? Dat heb ik even niet paraat uit mijn hoofd. Oh. Ik heb wel een mooie e-mailadres. Ja, kijk. Waar je naartoe kan mailen. Dat is redactie@telstar-uitgeverij.nl. En het telefoonnummer. We zijn onlangs geswitcht van Provider. We hebben nieuwe nummers. Dus excuseer me. Kun je vinden op telstar-online.nl. Nou, dat is natuurlijk het allermooiste van alles. Goed. Martijn Masterbroek. Ik wou dat zeggen. Ja.